aflevering 18. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicolien Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, goedemorgen is het nog of nog. Het is 8:15, zie ik. En ik dacht, ik wil vandaag graag nog een podcast opnemen over de volle maan van vandaag. Want vanmiddag rond 1:00, ik bind me niet vast op de tijd, maar volgens mij rond 1:00 is de maan op zijn volst. Dus ja, die energie is voelbaar en merkbaar. En voor mij is het een hele vrolijke, fijne, energieke energie. En komt misschien ook... niks komt voor niks. Alles heeft met elkaar te maken. En het is natuurlijk prachtig weer. Het is al... warm is het denk ik nog niet. Maar het gaat vandaag wel weer lekker warm worden. Of lekker warm. Dat is natuurlijk relatief. Maar voor nu een graad of 20 vind ik lekker warm. En... ik voel ook echt de lente. En die is natuurlijk al wel een maand aan de gang. En zo langzaamaan is de natuur zich helemaal aan het ontspruiten. En bomen staan weer in blad of in bloei. En ik heb zin om mijn balkon weer lekker fris te maken. En dat voelt ook met deze maan dat er hele nieuwe energie hier over de aarde heen dwarrelt eigenlijk. En ik voel het in mezelf. Ik ben zelf natuurlijk op vakantie geweest. Eerst naar Egypte. En afgelopen weekend waren Bart en ik samen in Berlijn. Wat heel erg fijn was. En daardoor heb ik een aantal weken vrij weinig aan mijn werk kunnen doen. Wat heel fijn was. Maar ik merk dat ik nu ook weer echt zin heb. Een frisse energie om gewoon weer... nieuwe dingen te gaan ontwikkelen. Morgen geef ik voor het eerst een masterclass, een webinar. Waar ik heel veel zin in heb. Wat ik ook heel spannend vind. Hoe zou het gaan? Ik heb al vaker natuurlijk webinars gegeven. Maar dat was altijd in een veilige omgeving van mijn academie. Van mijn online mysterieschool. En nu dus echt meer naar buiten. Zo voelt het ook echt. Niet meer binnen de muren van mijn school. Of mijn virtuele muren van de school. Maar gewoon echt naar buiten gaan. En meer mensen kunnen bereiken. En dat is ook wel het doel wat ik heb voor 2019. Meer mensen kunnen bereiken. En ik merk dat er nu in deze tijd... nieuwe ideeën ontstaan en dat ik ook echt de behoefte heb om die naar buiten te gaan brengen. En dat is wel echt de energie ook van deze maan. Want daar wil ik eigenlijk de podcast over opnemen, over deze maan van 19 april. Vandaag is de liefdevolle detox ook weer begonnen. En ook, weet je, met een detox is ook je ruimte de oude resten op uit je lichaam, maar... met een liefdevolle detox is meer dat je vernieuwde energie krijgt door wel natuurlijk op te ruimen. Maar goed, dat hele proces gaat altijd in je lichaam door. Maar vooral ook om te kijken wat je wil en waar je afscheid van wil nemen, van wat je niet meer wil. En dat heeft met voeding te maken, maar dat heeft ook met heel veel andere facetten in het leven te maken. En daar gaat vooral de liefdevolle detox over, om je daarmee te verbinden en daar dan ook in voor de rest van het jaar... stappen te zetten. Mocht je nog mee willen doen, je kunt vandaag gewoon nog inschrijven. En morgen, of wanneer je dit luistert, blijft gewoon openstaan. En je kunt het heerlijk op je eigen tempo volgen. Het is niet zozeer dat je je vast moet houden aan mijn planning. Maar je mag het ook heerlijk op je eigen tempo doen. Ik heb ook mensen die meerdere keren meedoen. Het blijft gewoon allemaal openstaan. En dan kun je daar gewoon in echt je eigen tempo vinden en volgen. Want dat is hetgene wat ik het belangrijkste vind. Dat je gewoon je eigen tempo daarin leert kennen. En hoe doe je dat het makkelijkst? Door het gewoon vaak te doen en steeds weer te ervaren wat voor jou het fijnste werkt. Dus dat, dat nog even als zijtakje. En... ik loop al een paar dagen met dat ik een podcast op wil nemen. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd afgelopen week. Bij mij in mijn leven. Maar ook kreeg ik, volgens mij was het maandag, maar ik weet het niet meer zeker. Dat, we waren natuurlijk in Berlijn.
dat de Notre Dame in brand stond. En het grappige was dat mijn allereerste reactie, en die heb ik gelijk weggestopt, maar daar kwam ik later weer bij terug, was dat ik heel blij was dat die in brand stond. En dat was zo'n raar gevoel, want ik hoor toch dat heel erg te vinden, want de Notre Dame is een van de mooiste kathedralen. En het is natuurlijk verschrikkelijk dat het gebeurt, maar echt mijn allereerste gevoel was, oh yes, eindelijk. En toen, ik heb dat gevoel een beetje weggestopt, maar het bleef wel een beetje zo sudderen en ik vond het gek. Dus we waren ook in Berlijn, dus ik had er ook voor de rest niet zo heel veel aandacht meer aan besteed. Totdat ik later met een aantal vriendinnen op de app zat en daarin vertelde het ook. We spraken allemaal het gevoel uit. En toen vertelde iemand ook van de Notre Dame, vooral het dak, wat helemaal afgebrand is. Staat voor de onderdrukking van de vrouw. De Notre Dame is gebouwd op een heel heilig stuk grond. Het grond van Isis, van de godin Isis. En daar, het is bedoeld om de vrouwelijke krachten te leven en om de vrouwelijke krachten naar buiten te brengen. Of tenminste, zo is niet de Notre Dame bedoeld, maar zo is wel die energie daar bedoeld. En wat hebben ze gedaan met de bouw van de Notre Dame, met het dak, met dat kruis, is eigenlijk de vrouwelijke godin, de vrouwelijke energie, is vastgezet. Mag dus eigenlijk niet leven. Dat is wat er is gebeurd. Dat is natuurlijk wat er ook in de eeuwen op aarde is gebeurd. Dat de vrouwelijke kracht niet gezien mag worden, niet geleefd mag worden. En doordat dit letterlijk van binnenuit afgefikt is, kunnen die krachten weer naar buiten komen en kunnen wij onze vrouwelijke kracht leven? Mogen wij het veel meer leven dan dat we dat ooit gekund hebben en gemogen hebben? Er zijn natuurlijk jarenlang op afgerekend en ik heb hier wel meerdere podcasts over opgenomen. En het is vooral dat we onszelf daarop hebben afgerekend en natuurlijk mannen ook, maar daarin zijn wij vrouwen naar onszelf toe net zo haatdragend. En daar is nu echt een beweging van op aarde om daar echt een verandering in te brengen. En deze brand die op onverklaarbare wijze is ontstaan, is daar ook een onderdeel van. En tegelijkertijd is er in Marokko, als ik me niet vergis, ook een moskee stond er in brand, tegelijkertijd met Notre Dame. En daar is de pilaar, wat als symbool stond voor de phallus, voor de penis, is ook afgebrand en omgevallen. Dus tegelijkertijd het vrouwelijke rijst uit de kerk en het mannelijke van de moskee valt neer. Dus het is een hele mooie symboliek wat er maandag is gebeurd hier op aarde. Dus dat heeft ook heel veel in de energie gedaan. En zorgt ervoor dat dat wij vrouwen steeds meer in onze kracht mogen komen. En ook deze maan, die draagt haar bijdrage daarbij aan. Om je echt te verbinden met je vrouwelijke kracht. Om je echt te verbinden met je ware natuur. Met je baarmoeder vooral. Want daar zit je vrouwelijke kracht. En ik las van de week ook een stuk op internet. Er stond in Nieuwe Tijdskind magazine. Dat we heel erg aan het verbinden zijn met onze hoofd naar onze hart. Maar wil je echt je vrouwelijke godinnenkracht leven, dan mag je ook je hart met je baarmoeder gaan verbinden. En dat is ook wat ik in mijn programma's doe. Dat is wat ik in de Magic Moon Cycle jaartraining doe. Dat is waar ik de meditaties, gratis meditatie. Ik zal hier nog even een linkje inzetten. Ook voor heb gemaakt om echt die connectie te maken met je baarmoeder. Want daar zit je wijsheid, daar zit je echt je goddelijke kracht. De goddelijke kracht waar wij jarenlang bang voor zijn geweest, waar we op afgerekend zijn, die daarin heel diep weggestopt zit. Maar ze zit er nog steeds. En om daarbij te komen, dat is echt, dan gaan er magische dingen gebeuren. Dan gaan er dit soort dingen gebeuren die afgelopen week gebeurd zijn. En die poorten zijn voor ons allemaal opengezet, zodat we er allemaal bij kunnen komen.
Dus dat, nou, daar ga ik morgen in mijn masterclass natuurlijk ook meer over vertellen. En ja, dat wordt magisch. En ja, en vooral als je je wilt afstemmen. Ik zal de meditatie hier nog even in deze episode zetten. Die erover gaat hoe je in contact kan komen met je baarmoeder. Met je innerlijke kracht. Met het gevoel. Ja, wat je verlangen is. Waar je graag naartoe wilt. Waar, en niet zozeer waar je hoofd naartoe wilt. Maar waar je lichaam naartoe wilt. Waar je essentie naartoe wilt. Die meditatie ga ik nog even voor je hier erbij zetten. Maar voel ook bij deze maan. De volle maan is overdag. Vaak is de maan op zijn volst 's nachts. En dan gebeuren deze dingen in de nacht. En nu gebeurt het overdag. Waarin het in het volste zichtbaar is. Dus geniet ook van deze dag. Geniet van alle magische dingen die er kunnen gebeuren. Ze gebeuren. Er zijn altijd magische dingen. Maar open je ogen ervoor. Vraag om een wonder vandaag. Dat is wat ik heel vaak 's ochtends doe. Is mag er vandaag een wonder gebeuren? En als je je ogen dan voor het wonder opent, dan gebeurt het ook. Het is er allemaal al. Alleen, wij zijn verleerd om daar echt op die energetische laag, op die trillingsfrequentie, ons volledig af te stemmen, zodat we het ook kunnen zien. Dus voor ons is het de kunst om onze ogen goed open te houden. En niet alleen je ogen, maar ook je oren voor je innerlijke stem. En je voelsprieten voor de magische dingen die er in die dag gebeuren. Dus vraag vandaag om een wonder. Het gebeurt allemaal in het licht. Dus het staat in het licht. Dus kijk daar ook naar wat er voor jou voor een mooi cadeau is vandaag. En morgen en overmorgen en de dag daarna. Want het is niet iets wat er alleen vandaag is. Het is iets wat er altijd is. En doe de meditatie. Ik heb niet een speciale volle maansmeditatie opgenomen dit keer. Wilde ik wel doen, maar nu ik eigenlijk zo de podcast opneem, voel ik dat niet. Ik vind, het voelt voor mij meer dat het echt in het ervaren zit. En letterlijk met je ogen open de wereld inkijken. En met en dat je nu in dit geval wel bij jezelf bent. Dus niet volledig naar buiten gericht zijn. Maar bij jezelf bent, maar wel met open ogen. Dat je wel kijkt wat er gebeurt. En ik weet niet of je ook de wolken van de afgelopen dagen hebt gezien. Maar ik kijk altijd naar de wolken. Nou, nu kijk ik buiten en is er bijna niks. Er is wel iets. Maar de wolken zijn ook anders dan het zijn echt niet meer van die Nederlandse wolkendeks. Maar het zijn mooie slierten die lang uitgestrekt zijn. En vaak zie ik er draken in die om ons heen dansen en vliegen door de lucht. En, of een drakenhuid. Vaak zie ik er ook wel een huid in. Dus kijk ook naar de wolken. Kijk naar wat voor een tekens je daarin kan zien. Wat voor een dier je daarin ziet. Of figuur. Want ook op die manier worden tekens aan ons doorgegeven. En ja, door voor dat soort mooie symbolieken je ogen open te houden. Daar zit de magie in van het leven. Daar zit nou, ook de magie, maar ook de verbinding met jezelf. Zodat je die connectie met jezelf daarin kan voelen. En wat hierin belangrijk is, is dat je echt luistert naar je eerste impuls. Net zoals wat ik had toen in Notre-Dame in de brand stond. Van dat ik in eerste instantie blij was. En dat mijn hoofd toen zegt, ja, maar dat kan helemaal niet. Maar die eerste impuls, dat is je gids. Dat is jouw innerlijke gids. Dus ga daarop vertrouwen. En dat zal echt niet in één keer lukken. En ik heb ook nog steeds vaak dat ik achteraf denk, oh ja, tuurlijk, dat had ik al lang, dat wist ik al lang. Dat had ik al lang, dat gevoel voelde ik al lang. Maar dan in een split second gaat je hoofd er overheen en die maakt er wat anders van. Die zegt dat het niet kan, dat het niet klopt, dat het niet hoort. En het is gewoon oefening om
wel bij dat eerste impuls te blijven. En de ene keer gaat het beter dan de andere keer. En soms heb je, zoals ik, mijn zusters nodig om te laten zien dat mijn eerste impuls wel klopte. Of soms, ik heb ook wel eens dat ik dan in de trein zit en dat er twee andere mensen een gesprek hebben. Of iemand heeft een telefoongesprek en dat daar ineens een woord in voorbij komt dat voor mij een sleutel heeft. Dus weet je, dat soort dingen kunnen in heel veel verschillende facetten van je dagelijkse leven zitten. En als je je daarvoor openstelt, dan ga je ze ook zien en ervaren. En door dat steeds meer te ervaren en te zien, kun je er ook steeds meer op vertrouwen. En dan is het magisch. Dit woord heb ik veel gebruikt, deze aflevering. Magisch. En voor mij is het leven ook magisch. En ik hou van magie en ik wil de magie weer terugbrengen hier op aarde. Dus dat, dat zal ook wel meer terug gaan komen. Ik denk dat ik hem lekker ga afsluiten voor vandaag. Ik ga mezelf ook afstemmen op de maan. En hoe ik dat doe is door te mediteren. Normaal doe ik dat 's ochtends, maar vrijdagochtend is bij ons altijd een beetje een gekke ochtend. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Of eventjes, dat ga ik nu gewoon lekker doen. Mezelf en een kop thee en afstemmen op de maan. En als je tijd hebt, rond 1 uur, of check het anders even op internet als je dit nog voor die tijd hoort. Wanneer de maan op zijn volst is. En stem er dan even op af. Weet je, ook al ben je op je werk of ben je iets anders aan het doen, als je weet van dat tijdstip, als je je daar dan alvast van tevoren van, nou, om 1 uur wil ik me afstemmen op de maan, of om 10:50 is het geloof ik, dan wil ik me afstemmen op de maan, dan zit het in je systeem en dan gebeurt het al automatisch. Ook al, want ik ben zelf heb ik een consult met een cliënt, dus dat ga ik ook niet even stopzetten om daar dan op af te stemmen. Maar ik heb dat nu voor mezelf al in de energie gezet. Dus ik ben daar gewoon nu al mee verbonden. Dus als je dat ook voor jezelf doet, dan ben je er gewoon al mee verbonden. En dan kun je dat op een later moment weer even terugpakken. Dan pak ik dat na mijn consult weer terug om er weer even op af te stemmen. Of vanavond als ik in bed lig. Het hoeft niet allemaal precies op dat moment. Als je de intentie zet, dan gebeurt de rest vanzelf. Het is alleen wel, wat doe je daarna ermee? Want je kan wel je intentie zetten en dan gebeurt het. Maar als je voor de rest daarna er niet meer op afstemt, ja, dan gaat die energie verloren. Maar als je er op een later moment weer op terug afstemt, dan kan je de energie er weer bij pakken. Want tijd is een relatief begrip. Hier in de derde dimensie hebben we een begrip van tijd. Maar als je verder gaat in andere dimensies, dan is die tijd er niet meer. En kun je in principe gewoon tijd reizen. Dus tijd is iets van het ego waar we ons op vastzetten. Dus zeker met dit soort werk, als je gewoon afstemt op de maan, dan hoef je niet precies op dat tijdstip dat de maan op zijn volst is, je af te stemmen. Zet je intentie dat je dat wilt doen. En kijk lekker ook naar buiten. Ik bedoel, om 1 uur 's middags zien we de maan helemaal niet. Dus wat dat betreft hoef je daar ook niet fysiek naar te kijken. Want dan is ze nog niet eens hier zichtbaar. Maar door je daarin af te stemmen, heb je wel je lijntje daaraan uitgeslagen. En je soort vishengel heb je daar naartoe uitgeslagen en heb je gewoon een connectie. Dus dan kun je later dat vislijntje binnen gaan halen om er wat mee te gaan doen. Maar dat stukje, dat moet je dan wel gaan doen. Want als dat vislijntje alleen maar uit blijft staan, dan gebeurt er niks. Dan heb je er ook niet zoveel aan. Maar als je dat op een later moment oppakt, en dan maakt het echt niet uit of dat een uur later is, of een 5 uur later, of 's avonds als je naar bed gaat. Maar als je er dan eventjes op afstemt en hoe het voor jou is, bijvoorbeeld door de dag even door te nemen wat er is gebeurd, dan en door je intentie nog een keertje uit te spreken, ja, dan ben je gewoon afgestemd. En dan ben je gewoon op een veel langer periode eigenlijk afgestemd met de maan, dan dat je dat echt op dat ene specifieke moment doet. Zo, dus nou, dat nog even als toegift. En ik ga lekker aan het werk. Ik heb vandaag een dag met cliënten. Dus ik ga heerlijk
ja, met mijn cliënten aan de gang. Dus dat, daar heb ik zin in. En nog tussendoor heerlijk genieten van het mooie weer. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. En als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag. Je kunt me bereiken via mijn website. Ik wilde mijn mailadres zeggen, maar dat is misschien helemaal niet handig. Dat ga ik gewoon eventjes... ik zal er een linkje naar de website. Staat er sowieso in die meditatie. Dus dan kun je me daar vinden als je vragen hebt. En ik zag dat er weer fijn nieuwe reviews waren afgegeven, waar ik echt onwijs dankbaar voor ben. Ik zou je willen vragen als je het leuk vindt om te doen, om ook een review achter te laten op iTunes. Want dat zorgt ervoor dat, dat meerdere mensen mijn podcast onder ogen krijgen. Ik bedoel, het is niet... ja, ik vind het zelf heel fijn om te lezen, omdat het best wel een eenrichtingsverkeer is natuurlijk. In de zin van dat ik nu dingen vertel en jij het thuis luistert. En voor de rest, ja... en ik krijg natuurlijk heel veel mailtjes, dus dat vind ik superleuk. Maar voor de rest zie ik er weinig van. Dus dat vind ik altijd leuk om recensies en om mailtjes of appjes te lezen. En ja, dus als je een review achter wil laten, vind ik dat heel fijn. Als je dat niet wil, is dat ook helemaal oké. Okay. En nou, ik spreek je de volgende keer weer. Of je hoort me de volgende keer weer. Fijne dag. Aho.